CAO-onderhandelingen bij chipfabrikant NXP verlopen stroef. Vakbonden voeren actie bij de poort van de fabriek. De onderhandelingen over de nieuwe CAO bij chipfabrikant NXP verlopen stroef. De recordwinst van 2,8 miljard in 2023 zorgt voor meer onvrede over de onderhandelingen bij de medewerkers van de fabrikant. Vandaag laten de vakbonden van zich horen middels een poortactie bij de fabriek. Wat er nu op tafel ligt is niet genoeg voor mensen om koopkracht te behouden. En we merken dat NXP steeds minder gaat bewegen. Dus dat ze naar een soort plafond gaan lopen in de verhoging. En dit is eigenlijk bedoeld als een extra zetje om te zorgen dat NXP ziet dat we het echt menen. Dat er echt meer bij moet komen. Ja, wij voeren actie omdat we bij NXP al inmiddels 6 rondes onderhandeld hebben. En er nog steeds heel weinig ligt. En met name op loon ligt het nog maar 3%. Iedere ronde biedt men 0,1% meer. En dat terwijl dit bedrijf toch net 23 heeft afgesloten met maar liefst 2,8 miljard winst. Met de huidige economische zaken hoor je dat de collega's op de vloer allemaal wat moeite meer krijgen met de betaling en dat soort dingen. Ze willen gewoon meer geld. En zolang NXP winst maakt en ieder jaar meer winst dan het jaar daarvoor, zien wij niet waarom de werknemers een stapje terug moeten doen. NXP laat ons het volgende weten. NXP heeft de intentie om samen met de vakbonden tot een gebalanceerd arbeidsvoorwaardenpakket te komen. Mede in verband met de hoge prijsstijgingen in 2022 heeft NXP Nederland in 2023 een collectieve verhoging toegepast van 7-11%, in combinatie met een eenmalige uitkering van tenminste 1000 euro. Daarnaast heeft NXP vorig jaar de bonuspercentages verhoogd, hetgeen betekent dat als het goed gaat met NXP, medewerkers hier ook van profiteren. Tijdens de poortactie vragen de vakbonden aan de leden of ze moeten doorgaan met onderhandelen of een ultimatum moeten stellen. Als je niet meer wilt doen dan dit, dan zien wij voor nu geen nut meer om verder te praten met jullie. Het is een driekwart meeting om te kijken hoeveel medewerkers straks bereid zijn om verder actie te voeren en eventueel te gaan staken. Nou, driekwart van de leden ja om ons als onderhandelaars te ondersteunen. Dan gaan wij als bond een staking uitroepen op het moment dat de werkgever weigert op onze voorstellen in te gaan. Het wordt een hele klus, de renovatie van de sluizen bij Weurt. Rijkswaterstaat gaat grote werkzaamheden uitvoeren bij het sluizencomplex in het Maas-Waalkanaal. Zo worden de tandwielen waarmee de sluisdeuren gehesen worden vervangen. Het tandwiel wordt vervangen door een nieuw tandwiel. Deze tandwiel is uit 1973, bouwjaar van de sluis. En gaat nu dus voor de eerste keer via het dak naar buiten. We zitten in de machinekamer van Sluis Weurt, boven in de sluistoren, waar de kabels binnenkomen waarmee we de deur omhoog trekken. We vervangen het grote tandwiel. We vervangen het kleine tandwiel dat op de aandrijfas zit. En we reviseren de kabeltrommels. De renovatie van de twee machinekamers kost tonnen. Het is een enorme klus. De deur die weegt 160.000 kilo, 160 ton. Dus eigenlijk trekken we 100 personenauto's omhoog op het moment dat we de deur bewegen. Dus dat geeft wel aan dat het echt wel een heel groot imposant werk is. Koninklijke Binnenvaart Nederland snapt dat het werk nodig is en hoopt op zo min mogelijk hinder. Normaal gesproken hebben we hier 50 tot 70 schepen per dag. Die kunnen we eigenlijk zonder problemen wegschutten. Op het moment dat we aan het werk zijn en we hebben minder capaciteit beschikbaar, dan zou het kunnen zijn dat de schipper een keer een rondje moet wachten. Eind februari gaat het spannendste deel plaatsvinden. Dan worden de twee tandwielen uit het dak van de sluistoren getild. Het tandwiel is bijna 2 meter doorsneden, dus dat is een flink tandwiel. De ruimtes zijn beperkt, de tandwielen zijn groot, het moet heel nauwgezet gebeuren. De Radboud Universiteit gaat weer vaker Nederlands gebruiken als universitaire onderwijstaal. Dat blijkt uit de afspraken in het plan dat de universiteiten vandaag gezamenlijk presenteerden. Doel is om de internationalisering van het universitair onderwijs in balans te brengen en de instroom van de buitenlandse studenten te beperken. Het college van bestuur van de universiteit gaat de komende periode intern in gesprek om te zien hoe concrete uitwerkingen van de aangekondigde plannen vorm kunnen krijgen.
Ook de toekomstige windmolens in Beuningen hebben ernstig last van het overvolle elektriciteitsnetwerk. Momenteel heeft netbeheerder Liander geen ruimte om de 5 windmolens aan te sluiten die gepland staan om te bouwen. Dat blijkt uit een bijeenkomst in het gemeentehuis van Beuningen met raadsleden en een woordvoerder van Liander. Dat betekent dat er voor het jaar 2030 geen aangesloten windturbines zijn in Beuningen, concludeert D66-commissielid Peter Asman. De 5 windturbines van Windpark Beuningen staan gepland in Ewijk en Winse, ten zuiden van Rijksweg A73 en ten westen en oosten van de A50. De windmolens gaan elektriciteit leveren voor duizenden huishoudens. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Het is al lang niet meer zo dat alleen Claudia de Breij nadenkt over een eventuele oorlog in Nederland. Steeds meer mensen bereiden zich hier in zekere mate op voor. Maar waar moet je in zo'n situatie naartoe? Nou, in Beuningen weten ze wel een plekje. Je zou het misschien niet zeggen als je het gemeentehuis van buiten ziet. Maar onder dit gebouw bevindt zich een enorme schuilkelder. Ja, dit is vanuit het gemeentehuis de ingang naar de schuilkelder. Zo goed als nieuw, niet van een oud vrouwtje geweest, maar beter nog, het is eigenlijk nooit gebruikt. In 1986 is het grootste gedeelte aangelegd wegens de bedreiging van de Koude Oorlog. Maar na de val van de muur, 3 jaar later, was hij eigenlijk al overbodig. Toch is overal over nagedacht. En dit was dan de schuilkelder en dit is dan eigenlijk de deur waar de mensen binnenkwamen. Nou, kijk. Dit is de deur waar een van de deuren waar dat je de ruimte, de schuilkelder eigenlijk in kwam. En dit is de tweede deur. En hier konden de mensen zich melden. Kon je naar beneden komen, de kelder in. Ja. Mensen kwamen van buiten, dus konden radioactief besmet zijn. Kleding werd hier uitgedaan. Je ziet daar nog de 3 douches. Eerst douchen, andere kleding aan. En dan ging men hier naartoe met de kleding die men uitgedaan had. En in dit gedeelte werden alle kleding werd daar gedumpt. Ruimte die dus eigenlijk nooit gebruikt wordt. Verse lucht, frisse lucht, aan die kant ook. En dan, dan komt men hier door deze deur, die eigenlijk vrij hermetisch afgesloten was. Want er mocht natuurlijk geen lucht van buitenaf rechtstreeks hier in deze ruimte komen. Kijk, toen de tijd was het echt alleen maar bedoeld van, om enige veiligheid te bieden tegen radioactieve straling. We moeten natuurlijk wel heel eerlijk zijn. Op het moment dat er dat er gebombardeerd zou worden, dat deze ruimte daar absoluut niet tegen bestand is. Een iets ouder deel van de schuilkelder is de noodbestuurspost. Gebouwd in 1963 en bedoeld voor de burgemeester en zo'n 14 anderen. De ingang kwam vanuit de burgemeesterswoning, maar het had ook deze compacte nooduitgang. Ja, dit zijn de veldbedden. Bedden 3 hoog. Maar die konden ook tevens gebruikt worden als zitmogelijkheid. Een keukentje met lampen. Met een dubbele functie en ze geven licht en enorm veel warmte. Een simpel, heel simpel keukentje. Douchen. Ook hier weer de lampen in de originele staat zoals het toen de tijd verlaten is. Je ziet zelfs nog de krant uit 1965. Een gedeelte daarvan. Hierachter ook weer een filterinstallatie voor water. Dat gezuiverd hier naar binnen komen. Ja, en dit allemaal voor de luchtbehandeling. En waar wordt de ruimte op dit moment voor gebruikt? Ja, het is nu een verschillende dingen. Achter mij zie je daar een vergaderruimte. Aan die kant daar is de archiefruimte van de gemeente Beuningen. En aan die kant voor de facilitaire dienst opslagplaats voor materialen. Voor de automaten, koffie, thee, et cetera, wordt daar opgeslagen. Heel veel ambtenaren, ook hier in dit gebouw, ze weten totaal niet van het bestaan van deze noodbestuurspost en eigenlijk de functie van de schuilkelder hier.
Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 8 februari. Morgen zijn we weer terug en dan zie je onder meer ook de eerste carnavalsoptochten in de regio voorbij komen. Fijne avond en graag tot dan.